Ruud, is het nare gevoel van afgelopen zaterdag al een beetje weggetrokken? Dat moet wel, maar als je erover begint niet, nee. In die wedstrijd hebben we best wel hard geknokt. Op een gegeven moment, na 20 minuten of zo, kwamen we er goed in. En ja, dan is het heel vervelend dat je op zo'n manier een wedstrijd uit handen geeft. Dat is ook gebleken na afloop. Dat merk je ook zeker bij de jongens. En ja, naar aanleiding, je wil steeds wat teruggeven. Je wil jezelf belonen. En als je dat niet goed genoeg doet om te benutten, om het maar zo te zeggen, die kansen. Leg je daar dan ook deze week bijvoorbeeld extra de nadruk op het afwerken? Ja, tuurlijk ben je wel met ze bezig om dat nog meer vastigheid te geven en vertrouwen te geven. Maar het moet ook een stukje kwaliteit zijn met elkaar. Dat je daar beter mee omgaat, om het maar zo te zeggen. Nou, hopelijk kunnen we weer de komende wedstrijd tegen Heracles creëren. En er alles aan doen om die wedstrijd te doen slagen. Want elke keer zit je dichtbij, maar ja. We maken dus progressie, maar het gaat wel om punten halen. Zaterdag dus Heracles. Waar vind je dat de kwaliteiten van Heracles liggen? De kwaliteit, degelijkheid, fysiek goed op orde. Redelijk dynamisch team en met name natuurlijk hun topscorer Rijvloed is behoorlijk bepalend voor Heracles. Ja, dat is echt wel een speler die echt wel goed in de gaten moet worden gehouden. Ja, Rij ken ik uit het verleden. Is een jongen die een goal kan maken die in een redelijke vorm zit, maar de rest loopt ook wat ervaren jongens bij. Maar oké, wij moeten gewoon zorgen dat we van hun gaan winnen. Nou, welke positieve punten neem je dan mee vanuit de wedstrijd tegen Heerenveen? Nou, dat we daar tegen een Heerenveen toch behoorlijk gevoetbald hebben. En dat we het toch ook gecreëerd hebben. En dat we het vertrouwen aan de bal moeten blijven houden. En dat we die kansen natuurlijk gaan omzetten in doelpunten. En hopelijk zitten... Ja, je verwacht ook wel dat het nu een keer mee zit in de trant van wat de leiding betreft. Helaas zijn we de laatste weken in een aantal wedstrijden behoorlijk benadeeld ermee. Het zal een keer moeten gebeuren. Hè? Je moet jezelf een keer gaan belonen, want dat is niet de club. Anders wordt het moeilijk. Dat merk je ook aan het team. Als je zo met z'n allen hard bezig bent en je vecht voor de punten. Je bent bij Heerenveen best wel een uur lang de bovenliggende partij. Ja, dan moet je die wedstrijd doen kantelen. En als dat niet gebeurt, dan doet dat ook wel weer wat met een speler. Zo werkt dat ook wel. Heb je verder nog updates vanuit de ziekenboeg? Jawel, na zo'n week. Als je kijkt naar de jongens die gespeeld hebben, er zijn best wel wat klachten uitgekomen. Dus het is misschien nog wel puzzelen naar het weekend toe. Kijk je naar de langdurige, zoals Peet Bijen. Die gaat gelukkig goed vooruit. Maar is nog niet zover dat hij met de groep is. En de rest van Zuiverloon, Gianni Zuiverloon en Daryl Janmaat, dat soort jongens, die hebben hun programma. Die werken dat ook behoorlijk af. Maar dat is eigenlijk wel het nieuws wat we hebben. Maar het is nog wel even puzzelen.